Het is bijna 30 jaar geleden dat Martin Kok en Dino Sourel Peter Giesbergen in Café de Blokhut zwaar toetakelden en met een barkruk op zijn hoofd sloegen. Peter overleed enkele dagen later. Niets herinnert meer aan het oude café, maar de fatale ruzie ligt bij veel Volendammers nog vers in het geheugen. Nou ja, als hij die elkaar opzoekt, hij altijd de sterkste. He? Nou ja, dat had hij met zijn leven bekopen moeten. Als wij een vechtpartijtje hadden, dan was het knokken en dan was het weer over. Maar dat was wel erg extreem natuurlijk. Want als je één keer een doodslaat met een barkruk, dan wordt het al alles wat. Dit hadden wij nooit kunnen denken natuurlijk. Dit hadden we niemand verwacht, want dat gebeurde bij ons nooit op het dorp. Dat was best wel heftig toen die tijd. Ja, echt verschrikkelijk. Maar ik vind dit ook erg. Ik ben benieuwd wie of hierachter zit. De moord op Martin is dan ook het gesprek van de dag in het dorp. Nou, het is geen ramp. Nee hoor. Ja, en nu dit. Ja, dat komt hard aan, denk ik. Tenminste, hard aan, ja. Voor veel familieleden zijn het natuurlijk wel de herinneringen van toen weer extra naar boven. Als hij op Volendam was, dan kwam hij altijd even gedag zeggen, weet je wel. Dan zei hij, nou, dan komt hij weer aanlopen. Altijd lachen. En ja, goed, je wist er wat over hij deed. Dus en dan zeiden wij alles, ja, maar dat loopt ook wel verkeerd af met hem, hoor. Het gaat lang goed, maar tot op een gegeven moment. Nou, dat moment is nou gewoon gekomen.